Welkom op de eerste filmweergave als hulp bij het eerste werkcollege van cartografie. Hier zal stap voor stap besproken worden hoe je een mooie overzichtelijke wegenkaart maakt. Linksboven zien we weergave van de wegen in Wetteren zonder indeling in soortweg. Ons doel vandaag is om een overzichtelijke hiërarchische wegenkaart te produceren die lijkt op de kaart rechts onderaan. Om zulke kaart te maken in QGIS moet je verschillende stappen overlopen. De eerste stap is altijd de laag inladen, de wegenkaart. Vervolgens ga je controleren hoeveel en wat de verschillende soorten wegen zijn. In ons voorbeeld van Wetteren zijn er 3 soorten wegen. We hebben dan 6 lagen nodig, want voor elke weg hebben we een zwarte onderlaag nodig en een gekleurde bovenlaag. Controleer en selecteer de eerste soort weg. Sla deze selectie 2 keer op, 1 keer als onderlaag, 1 keer als bovenlaag. Selecteer dan de volgende soort weg en werk zo verder tot alle soorten wegen in aparte lagen staan. Maak voor jezelf uit, afhankelijk van de visualisatie, hoe dik je deze wegen wilt. De gekleurde laag B is steeds minder dik dan de zwarte onderlaag A, met een minimum van 1 tweede. A min B moet steeds constant zijn, ongeacht de soort weg. De cap style en de joint style stel je best in op round. Voor de hiërarchie binnen de wegen te visualiseren, worden de primaire, secundaire en tertiaire wegen groter weergegeven dan de residentiële wegen. In ons voorbeeld van Wetteren hebben we 3 soorten wegen: secundaire wegen, tertiaire wegen en residentiële wegen. Die secundaire en tertiaire wegen geven we een andere kleur dan de residentiële weg, die we wit maken. Tertiair standaard op geel, secundair standaard op oranje. Wat merken we is dat de gekleurde laag 0,8 mm is, bij de secundaire weg, bij de tertiaire weg 0,6 en de residentiële weg 0,4. Als we dan kijken wat A min B is, is deze altijd 0,2 mm. Die 0,2 mm gaat erom zodanig dat we wel degelijk een zwarte rand rond onze weg krijgen. Dit vergt een beetje rekenwerk. Goed, we beginnen eraan. We kijken naar de attributentabel van onze wegenkaart. Hierbij zien we residentiële wegen, secundaire wegen en tertiaire wegen. Waar deze nu voorkomen, dit gaan we eerst controleren via onze properties. Via properties gaan we naar wegenkleuren symbology categorized, dan de value op de class. En om het eens makkelijk te maken, kijken we eens naar de topo road. We klassificeren dit zodat elke soort een andere kleur krijgt. Goed, wat merken we hieruit? Enerzijds dat de kleuren natuurlijk nog niet overeenkomen omdat we dit nog niet ingesteld hebben. Anderzijds dat de verschillende wegsegmenten zeer duidelijk zichtbaar zijn. En dit willen we later niet meer hebben. Ook zien we daar een tertiaire weg staan, die eigenlijk een residentiële weg moet zijn. Dus dit gaan we even veranderen. We maken er een residentiële weg van, slaan deze op en we zien dat deze direct juist geclasseerd is nu. Om ons visueel nog wat te herinneren, zetten we terug de categorized om naar een simpele zwarte lijn. Dit maakt het voor ons gemakkelijker om te kijken welke wegen er precies geselecteerd worden in de volgende stap. Nu gaan we via de attributentabel onze selectie doen. Aan de hand van fields en values, de class, like en dan onze unieke waarde residential. Selecteren van de features. En deze kunnen we nu opslaan onder de naam wegen resi van residential. En dan eerst kleur. En vervolgens zullen we deze opslaan onder zwart. Zoals je herinnert, moeten we 2 keer 2 lagen krijgen van dezelfde soort weg. De ene als bovenlaag, de andere als onderlaag.
En deze stappen herhalen we voor elke soort weg. Nu selecteren we alle secundaire wegen. En deze slaan we ook op. Eerst onder kleur, dan onder zwart. En helemaal op het einde selecteren we de tertiaire wegen. En deze slaan we ook op onder kleur en zwart. Goed, nu voor onszelf zullen we de zwarte wegen helemaal onderaan zetten en de gekleurde wegen in volgorde bovenaan. Dit maakt het voor ons eenvoudiger om later te weten welke laag waar komt te staan en hoe dik. Eerst en vooral kijken we naar de residentiële wegen, de onderlaag, de zwarte laag. Daarbij hebben we daarnet uitgerekend dat we deze dikte instellen op 0,6. En vergeet ook niet elke uiteinde van de joint en van de cap in te stellen op round. Voor de tertiaire zetten we dit op 0,8. En voor de secundaire zetten we dit op 1. En dan beginnen we aan de gekleurde wegen. We beginnen bij de residentiële opnieuw. Deze stellen we in op wit. Met een dikte van 0,4. En opnieuw de joint style en de cap style op round. De tertiaire stellen we in op geel. Met een dikte van 0,6. De joint style en de cap style op rond. En tot slot hebben we nog de secundaire wegen in het oranje met een dikte van 0,8. En opnieuw 2 maal round. Zo, je kaartje is gemaakt.